Rick, Dylan is vandaag ziek, dus we moeten het helaas even zonder hem doen. Wat? Ja, dat gebeurt wel eens. Zelfs Dylan Hagens is wel eens ziek, Rick. Nee, nee! Waarom huil je? Nou, ik voel me gewoon erg schuldig omdat Dylan misschien ziek is geworden door mij. Hoezo dat dan? Nou, het begon allemaal vorige week toen ik een kriebel in mijn neus had. Ik probeerde het nog in te houden, maar voordat ik het wist was het al te laat. En schoot er een prop groene bacteriën in Dylans gezicht. Ik had het nog tegen kunnen houden. Dan was hij er nu nog misschien geweest. Rustig, rustig, Rick. Het is niet jouw schuld. Het heerst gewoon. Jawel, jawel. Ik ga hem gewoon bellen dat het me spijt. Nee, laat hem maar gewoon even rustig slapen. Dan komt hij vanzelf wel weer op kantoor. Ja, je hebt gelijk. Maar Marit? Ja? Nu Dylan er niet is, hè? Ben ik dan de baas?